Tijdens de voorstelling Vonk komt een beruchte Nijmeegse moord uit 1712 tot leven. De voorstelling is gebaseerd op historische feiten, waarbij wordt stilgestaan bij de moord van vooraanstaand advocaat Hubert Kok, de echtgenoot van Anna-Maria Vonk. De voorstelling is een multimediaal project waarbij live scènes overvloeien in video's. Het idee van de voorstelling komt eigenlijk uit een boekbespreking of een presentatie die we gezien hebben van de roman Vonk. Het is een heel treurig liefdesverhaal. Het speelt zich af in 1712. De Nijmegenaar krijgt iets van de geschiedenis te zien van Nijmegen, hoe het toeging in de 18e eeuw. Op plekken waar ze nu nog steeds rond kunnen lopen. Dit is een voorstelling die thuis hoort in het huis van de Nijmeegse geschiedenis. En we kunnen hier redelijk goed ons gang gaan. We mogen niks in de muur slaan, maar we proberen alles van de wanden af te houden, zeg maar. En kunnen toch een aardig decor bouwen. Joep Grotings, die heeft voor ons filmopname gemaakt. En af en toe wordt het als decor gebruikt, maar het wordt ook gebruikt in combinatie met het spel. Dus er wordt ook gereageerd op de filmopnames die in het stuk zitten. Het loopt allemaal door elkaar heen, dus het is een afwisseling van spel en film. En soms is dat ook tegelijkertijd. In de vormgeving is het één geheel, dus je ziet ook acteurs die op de film voorkomen, die ook in het stuk hier op de vloer hetzelfde eruit zien. Dus het is een heel herkenbaar beeld en het wordt daardoor ook één geheel. De première van de voorstelling Vonk is op vrijdag 5 mei. Dan spelen we ieder weekend van mei, vrijdag, zaterdag en zondag.